Internationaal streetfood is ongelooflijk lekker, maar in deze reeks ontbreekt nog wel een klein beetje Nederlands streetfood. En daar heb ik een beetje zitten denken, wat zal ik dan eens maken? Ik ga namelijk aan de slag met de bavette. Ik ga die bavette een beetje op dezelfde manier maken als een steak tartare, maar dan ga ik er dus een Nederlandse touch aan geven. Ik ga al een beetje zonnebloemolie verwarmen. Zoiets. En dan pak ik mijn mandoline erbij. Want ik ga aardbeerschips maken. En door daar zo overheen te schaven, staan er van die flinterdunne plakjes. Die ga ik zo meteen in een pannetje frituren. Kijk, zonnebloemolie is warm genoeg, ongeveer 180 graden. Je kunt er een thermometertje in steken, maar je kunt het ook zo checken. Dan gaan mijn chipjes erin. En die zijn eigenlijk klaar zodra ze een beetje goudbruin zijn. Wordt een heerlijke topping. Aardpeer is klaar, het is mooi goudbruin geworden, dus op het keukenpapier. Zo, en dan direct even nazouten. Ik heb hier kruidenzout staan met kelp. Dan kan die aardpeer een beetje afkoelen, dan wordt hij dadelijk super krokant. Heerlijk. Dan ga ik verder met de bavette, een super smaakvol stukje van de vang van het rund. Dan ga ik fijn snijden. Het is een beetje zo grof. Zo. Dan ga ik hem op smaak brengen met onder andere een eidooier. Dan een beetje tabasco erbij. Dit zijn eigenlijk ook een beetje de standaard ingrediënten die in een steak tartare gaan. Daar ga ik niet al te veel aan veranderen. Het zijn eigenlijk juist zo die kaas, mosterdzaad, aardbeerschipjes die het een Nederlandse touch geven. Scheutje rode wijn azijn, mosterdzaad. Er gaat ook nog mosterd in, maar dat mosterdzaad geeft een hele subtiele mosterdsmaak af. En ook een kleine crunch, dus vind ik wel leuk om te gebruiken. Dan een beetje mosterd nog. Natuurlijk zout, kruidenzout. Geeft een extra touch, want er zitten heel veel verschillende soorten kruiden in. Een beetje peper. Lekker doordoen. En dan meng ik dit eerst even door. Dan gaan er nu nog kappertjes bij. En augurk. Nu zo'n super smeuïg geheel geworden. Ik ga dit even proeven. Ik vind hem goed. Dus ik ga hem presenteren. Een bordje. Ik ga een kookring gebruiken. 1, 2, 3. Zo. Dan de oude kaas. Heerlijke Nederlandse oude kaas. Je ziet de zoutkristallen al zitten zo in de kaas. Die kaas is heel vol van smaak. En heeft ook zo'n lichte crunch. Als je op zo'n zoutkristal bijt. Lekker. Deze ga ik nog een klein beetje fijn hakken. Zo. Een beetje purperkers. Je kan hier ook tuinkers voor gebruiken. Ik vind dit soort kleine touches... pleurt een gerecht net even wat meer op. En dan die heerlijke aardbeerschipjes. Tijd om de ring omhoog te halen. Kijk, daar is hij dan. Eet smakelijk.